Steeds meer bedrijven in Gelderland komen in de problemen met levering van elektriciteit. Maar in Elst hebben ondernemers voor het stroomprobleem een eigen oplossing bedacht. Landgoedeigenaren in de Achterhoek staan in de rij voor de succesvolle droogtemaatregelen. Het is een hele operatie om het hier op een goede plek neer te zetten. Tienduizenden militairen kunnen er weer onderdoor. De welbekende toegangspoort van kamp Heumensoord. Goedenavond. Het is een groot probleem. Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst met een overvol energienet voldoende stroom beschikbaar is? Meerdere bedrijventerreinen in Gelderland zijn daarmee bezig. In Elst is de komst van een soort grote batterij, ook wel powerhub genoemd, inmiddels heel dichtbij. Nou, dit is het totale plan. De zonnepanelen en de powerhub. En de realisatie gaat op korte termijn van start. Want eind dit jaar moet de bouwgrond worden klaargemaakt, zodat er een grote batterij kan worden gecreëerd om stroom aan bedrijven te leveren. En dat is nodig. We hebben nu 6 laadpalen, 6 laadpunten. En daar is gewoon niet genoeg stroom voor om die auto's te laden. Ik krijg niet meer vermogen dan dat ik nu heb, omdat Liander een probleem heeft in op dit industrieterrein. Liander heeft aangekondigd samen met Tennet dat het stroomnet in Gelderland vol zit tot 2029. En dat betekent dat je als bedrijf, als je wil uitbreiden of wil verduurzamen, wat we allemaal willen, dat dat gewoon dadelijk niet meer kan. En dus verenigen de ondernemers zich om zelf energie op te slaan. We hebben nu de eerste fase van het project met 150 ondernemers. Die of gaan terugleveren aan de batterij met hun zonnepanelen, of gebruik gaan maken van de energie van de batterij. De powerhub in totaal kost 3,6 miljoen. Waarvan de helft gesubsidieerd wordt en de helft opgebracht wordt door de ondernemers en het collectief hier ter plaatse. Wij verwachten dat de terugverdientijd 10 jaar is. Maar bij opschaling gaat die terugverdientijd veel sneller lopen. Dus we proberen daarna ook echt die batterij verder op te schalen. De powerhub is er waarschijnlijk in 2025. Tot die tijd moeten ondernemers creatief zijn. Ikzelf ben nu ook bezig om een eigen centraletje op het dak te doen met onze zonnepanelen die we hopelijk nog binnenkort geleverd krijgen. Om toch maar de huurder van dit pand tevreden te houden en zijn auto's kan laden. De maatregelen tegen de droogte van Achterhoekse landgoederen, het Medler en de Wildeborg zijn een succes. Eigenaren en rentmeesters van andere landgoederen staan dan ook in de rij voor dezelfde aanpak. Maar daar is wel geld en de regelgeving voor nodig. En daarom komen er in de zomermaanden verschillende Tweede Kamerleden naar het gebied. Er staat water in de gracht op landgoed het Medler en de omliggende weilanden zijn groen. De maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn, doen wat ze moeten doen. Sloten zijn gedempt, greppels zijn gedempt. Dus het water wat er valt, kan niet meer weg. Dus dat wordt heel lang vastgehouden in het gebied. En dat kun je nu al merken. Ik heb echt het idee dat de grondwaterstand echt al beduidend omhoog is gegaan. Tweede Kamerleden komen deze zomer op bezoek om dat met eigen ogen te zien. Allereerst welkom allemaal. Vandaag is CDA Tweede Kamerlid Eline Verder op bezoek. Maar de gedachte is dat het langer nat blijft. Dat gaat misschien om 3 weken. De aanpak op het Medler werkt en daarom staan andere landgoedeigenaren in de rij bij het waterschap. Wij kunnen niet iedereen helpen. Dus met elkaar ben je in gesprek. Waar is het het meeste nodig? Welke middelen hebben we? Daar hebben we ook het Rijk voor nodig. Dus kom maar met al die miljarden, miljoenen die er overal zijn hier naartoe, want we maken het gewoon waar. Vraag is ook of Den Haag de noodzaak ziet en iets kan betekenen. Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat de drempel vaak niet bij het geld ligt, maar bij A, dat mensen de ruimte moeten krijgen om hun ideeën überhaupt uit te mogen voeren. En het gebrek aan handjes. Dus daar hebben we ook echt werk te doen in Den Haag. Ja, en de droogte heeft ook grote gevolgen voor de waterstand in een aantal Zutphense havens. Op sommige plekken kwamen boten vorig jaar ruim een maand lang droog te liggen in het slip. Zoals in de Vispoorthaven. Een van de 3 havens die nu gebaggerd wordt. Met name hier, er wordt er ongeveer 50 centimeter tot een meter meer diepte gecreëerd. Geen overbodige luxe, want zo zag de haven, of beter gezegd het strand, er vorig jaar nog uit. Normaal wordt er om de 20 jaar gebaggerd, nu was de laatste keer 30 jaar geleden. De gemeente had jarenlang geen geld. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met politieke keuzes. En misschien ook wel niet inzichtelijk van wat er allemaal aan slip is.
Maar goed, we zijn blij dat we dit nu hebben gedaan. Dat we nu deze actie hebben ondernomen en dat we nu inderdaad het weer opgepakt hebben. De beheerder van de Visporthaven had liever gezien dat het al veel eerder was gedaan. Ja, we zijn ontzettend blij dat er gebaggerd wordt. Want je kent het verhaal van vorig jaar. Daar waren heel veel watersportverenigingen die problemen hadden met hun havens. Langs de rivier in ieder geval wel. We konden de haven niet in of uit en dat heeft weken geduurd. En dat heeft ons natuurlijk erg veel geld gekost. De kans dat zoiets weer gebeurt is na het baggeren vele malen kleiner. Alleen bij een extreem lage waterstand zal er meer moeten gebeuren. Dan zal het in nationaal belang moeten zijn dat er eventueel een stuwen gebouwd wordt in de ijs. Maar dat is iets voor het Rijk en niet voor de gemeente. Een grote eer voor amateurclub De Treffers in Groesbeek. De Franse grootmacht Olympique Lyon speelt er een oefenduel. We hebben geen illusie dat we hier een mooi resultaat neerzetten. Daar gaat het ook niet om, het gaat om de eer. Zometeen meer over deze bijzondere kans. Steenfabriek De Vlijt in Winterswijk krijgt voor een groot deel een herbestemming. Corso-groepen in Lichtenvoorde gaan materialen van de fabriek hergebruiken. De fabriek werd eerder dit jaar gesloopt en gisteren werden de laatste delen weggehaald. 4 Corso-groepen konden met een kleine bijdrage onder andere de spanten, dakplaten en wandbekleding overnemen. En dat geeft ze de mogelijkheid om een grote gecombineerde hal neer te zetten waar in de toekomst de Corso-wagens gebouwd gaan worden. Zonder dit materiaal had het niet gekund. Wij zijn heel blij met deze bouwmaterialen. Die kans die we hier gekregen hebben om eigenlijk tweedehands of recirculair materiaal eruit te halen, scheelt ons enorm veel in de kosten. En ook met de samenwerking en allemaal, dat gaat gewoon heel mooi. En daar zijn we echt heel, heel blij mee. Geurt van Roekel is vertrokken uit Arnhem. De torenkraanmachinist uit Bennekom werd mateloos populair op social media toen hij uitzichtfoto's van Arnhem begon te delen. Die maakte hij iedere ochtend vanaf zijn kraan op zo'n 50 meter hoogte. Geurt werkte een half jaar lang aan de Rijnkade, maar het bouwproject is klaar en dus moeten duizenden volgers het nu zonder zijn dagelijkse foto's doen. Lange rijen en wachttijden tot 3 kwartier voor de kassa van voetbalvereniging De Treffers in Groesbeek gisteravond. De fans wilden maar wat graag een kaartje bemachtigen van de eerste oefenwedstrijd van hun favoriete club. En niet tegen zomaar een tegenstander. Vanavond spelen De Treffers tegen de grote Franse topclub Olympique Lyon. Velen in Groesbeek geloofden het eerst niet. En bestuursleden vielen zelfs van hun stoel toen ze hoorden dat de Franse topclub een oefenwedstrijd tegen De Treffers wilde spelen. Maar vandaag zijn ze bij de club toch echt druk bezig met de voorbereidingen om de Franse topclub te kunnen ontvangen. Vooral kantinejuffrouw Antoinette Gerrits heeft het er maar druk mee. Ja, het is een hoop werk, maar wel heel leuk om te doen. Ja. Wat vindt u ervan dat die Fransen De Treffers hebben gevonden eigenlijk? Ja, wel knap toch? Wel via een omweg, maar uiteindelijk zijn ze bij ons terecht gekomen. Een heel mooi natuurgrasveld, want daardoor komt het ook. Hè. Ze hadden eerst contact met Kozakken Boys. Die hebben kunstgras. En Scott Calderwood, de trainer van Kozakken Boys, die kennen wij goed. En die heeft gezegd van, als je de natuurgras zoekt, dan gaan we naar De Treffers toe. Want dat veld ligt er altijd picobello bij. Maar dan moest er eerst nog wel aan een lange waslijst van wensen voldaan worden van de Fransen. Van ijsbaden tot krenten met noten, tot 100 liter spa blauw en ga zo maar door. Een A4'tje vol met wensen. Ja, zijn profvoetballers, hè. Dat zal wij zo horen, denk ik. Ja. Grote vraag natuurlijk, wie zal er vanavond winnen? Ik wil alleen kijken of we overeind blijven, daar ben ik mee bezig. We hebben geen illusie dat we hier een mooi resultaat neerzetten. Daar gaat het ook niet om, het gaat om de eer. Nou, ik denk dat onze Niels wel een heleboel om zijn oren zal krijgen. Dat meen je? Ja, tuurlijk. Vanavond om 7:00 begint de wedstrijd tegen de Franse topclub. De Vierdaagse staat voor de deur. Een week die bol staat van de tradities. Maar ook vooraf zijn er al tal van dingen die jaarlijks terugkeren. Zoals het inrichten van kamp Heumensoord in Malden. De plek waar duizenden militaire wandelaars uit binnen- en buitenland tijdens de Vierdaagse verblijven. Kamp Heumensoord is bijna klaar, op één ding na. De welbekende poort met de honderden kilo zware helm en laarzen. Dat is echt een symbool voor kamp Heumensoord. De militairen lopen onder de helm tussen de laarzen door en komen dan het kamp Heumensoord op. Het kamp is in een aantal maanden opgebouwd. We hebben een goede opbouwfase gehad, niet al te warm weer, geen last van de storm gehad. En we hebben alles mooi kunnen bouwen zoals wij hadden gedacht. Het is natuurlijk een uniek kamp met 31 nationaliteiten, 6000 wandelaars. En die militaire wandelaars krijgen alle steun.
goede voeding, goede verzorging. Dat ze wel de prestatie kunnen doen voor de Vierdaagse. Ja. En de biertent? Ja, die is ook niet heel onbelangrijk. Net zoals de medische faciliteiten. Dus wij doen ook een stukje fysio. Maar toch de blaren, dat blijft de hoofdmoot. In de feesttent komen alle militairen aan na 40 kilometer wandelen. Gaan hier hun beloning ophalen. Nog niet het kruisje, maar wel het verdiend biertje. En hier in de feesttent staan alle collega's te juichen en te klappen voor iedereen die binnenkomt. Ik krijg nou zelfs weer kippenvel. Het is één groot verbroederingsfeest. Hier worden vriendschappen voor het leven gesmeed. Gaan we naar de studio van de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, wat mogen we zo meteen verwachten? Hoi Sonja, werd die schapenboer in het Drentse Wapse nou aangevallen door een wolf of was het juist omgekeerd? En wat betekent dat voor de Gelderse wolven? Steeds meer kerkgebouwen worden verkocht omdat er te weinig mensen naar de dienst of de mis gaan. Hoe stoppen we de leegloop van die kerken? En hoe maak je een meeslepend stripverhaal? En wat hebben Jack, Jared en Phil Collins met elkaar gemeen? Je hoort het straks bij ons. Tot zo. In de Week van Gelderland dus, na het weer en de reclame. En tot zover deze nieuwsuitzending op onze site gld.nl en in onze app. Meer over de beste kleding voor de Vierdaagse. Wit is het coolste, wordt altijd gezegd. Onderzoekers die kijken nu of zwart misschien toch cooler is. Mooie avond verder. Goedendag. Mooie start van de dag, mooie zonsopkomst. En dat kan je dan prachtig mooi vastleggen, zoals op deze foto. Best wel veel bewolking vandaag. In de ochtend was er nog wel ruimte voor de zon, maar vanmiddag toch vaak wel veel bewolking met slechts af en toe wat zon. Het leverde dit soort beelden op. Het werd evengoed wel vrij zacht, bijna 25 graden op sommige plaatsen. Die bewolking die aanwezig was, die hing samen met een storing boven Groot-Brittannië en de Noordzee. En die storing die blijft nog wel eventjes in de buurt. En dat betekent dat we ook in de avond en nacht nog vrij veel bewolking hebben. Misschien dat er nog heel lokaal een spatje regen uit gaat vallen. Morgen overdag, dan is het droog, wordt het snel heel warm. Later op de dag vanuit het zuidwesten een aantal stevige buien. En dan krijgen we zondag te maken met flink wat wind vanuit het zuidwesten. Een lage drukgebied boven het midden van de Noordzee trekt geleidelijk aan naar het noorden toe. En het windveld aan de zuidkant zorgt voor veel wind. Het is vooral ook te merken in de kustgebieden. In Gelderland is het dan over het algemeen een vrij krachtige wind die er staat. Nou, vanavond hebben we te maken met die vele wolkenvelden. Het blijft dan ook vrij lang zacht, 21 of 22 graden is het. En de wind die waait uit een zuid- tot zuidoostelijke richting en is meest matig. Morgen overdag dan kan het wel 26, 27, misschien in de Achterhoek zelfs 28 graden worden. We beginnen met zonnige perioden. Er komen geleidelijk aan meer stapelwolken. En in de middag kan er lokaal een forse bui vallen. De meest actieve buien overigens die zullen over Duitsland trekken. Het oosten van de regio maakt de meeste kans op een stevige bui. Mogelijk ook met onweer daarbij. De wind achter de buien zal draaien naar het zuidwesten. Dat is dan die opmaat voor die zondag. Dat het stevig gaat waaien. Er komt een vrij krachtige zuidwestenwind te staan. Er kan ook nog wel een enkele bui vallen. Maar er zijn ook zonnige perioden. En het wordt zo'n 23 graden. En volgende week ziet het er helemaal niet verkeerd uit voor de wandelaars. Temperaturen zo tussen 23 en 25 graden over het algemeen. Het is grotendeels droog met zonnige perioden. Slechts af en toe valt er een bui. Fijn weekend.